Misschien heb je je wel eens afgevraagd wat het Commando Dienstencentra allemaal doet. We ondersteunen defensiecollega's bij het uitvoeren van hun werk. Het CDC zorgt bijvoorbeeld voor huisvesting, legering en catering. We regelen ook vervoer, logistiek en de bewaking van defensielocaties. Ook leveren we personele en medische zorg. En we leiden de militaire leiders van de toekomst op. Die ondersteuning bieden we het hele jaar door. 7 dagen per week, 24 uur per dag. Al vroeg in hun carrière krijgen medewerkers van Defensie te maken met het CDC. We verzorgen namelijk de werving en selectie van nieuwe militairen. Het ondersteunen van de krijgsmachtdelen is onze missie. Onze taken kunnen heel tastbaar zijn. Maar we leveren ook diensten zoals bedrijfsmaatschappelijk werk en geestelijke verzorging. Het CDC bestaat uit militairen en burgers. Dankzij deze combinatie van expertise en operationele kennis weten we als geen ander wat onze collega's nodig hebben. Door onze diensten centraal aan te bieden, bespaart Defensie veel kosten. Militairen op uitzending houden via ons contact met het thuisfront. En ook de medische zorg, het voedsel, de wasserij en het transport regelen we ter plekke. Voordat militairen naar huis gaan, krijgen zij een rustprogramma in het buitenland om bij te komen van hun ervaringen. Onze nazorg kan zowel fysiek als geestelijk zijn en gaat ook na thuiskomst door. Iedere missie wordt afgesloten met een blijk van waardering. Daar hoort een onderscheiding en muziek bij. En ja, ook die worden mede mogelijk gemaakt door het CDC. Medewerkers van het CDC staan iedere dag klaar om hun defensiecollega's te ondersteunen. Zichtbaar en onzichtbaar. Betrokken en met vakmanschap.